Goedenavond. Hey, ik ben Lien. Ik ben de auteur van het boek Get Real, voor wie elke dag zijn goesting wil doen. Dit boek dus. Kijk, in deze tijden van corona... ben ik ondertussen nu opnieuw live of terug live? Ik weet het dan niet meer. Ik was al even aan het praten. Maar ja, als dat begin van mijn videootje daarnet niet live gegaan is. Ik ben Lien, ik ben de auteur van het boek Get Real, voor wie elke dag zijn goesting wil doen. Dat klinkt misschien een beetje van de pot gerukt in tijden van corona, waarin dat we basically nog altijd in ons kot vastzitten. Lijkt het een beetje bizar om voor te lezen uit een boek dat gaat over elke dag je goesting doen. Maar je goesting doen, dat is ook een stuk een mindset shift. En het leek mij gewoon heel waardevol om stukjes voor te lezen uit mijn boek, om jou te inspireren in deze tijden van moeilijke tijden, denk ik, voor iedereen. Ik ben al een aantal dagen, een aantal weken aan het voorlezen uit mijn boek. En vandaag zitten we in hoofdstuk 5. En dit is een video speciaal voor de ondernemers onder jullie. Ik weet dat er een aantal, of dat mijn boek heel fel gelezen wordt door ondernemers of toekomstige ondernemers. Dus dit hoofdstuk of dit stukje dat ik vandaag ga voorlezen is speciaal voor jullie. Want het gaat over het automatiseren en het uitbesteden van sommige van jouw taken als ondernemer. Met de bedoeling om gewoon nog veel vaker uw goesting te kunnen doen. En laat dat misschien een bron van inspiratie zijn om je verder te laten focussen in jouw business. Ik hoor van heel veel ondernemers dat deze crisis er toch wel voor zorgt dat ze veel gefocuster aan het werk zijn, heel bewust kiezen op welke dingen ze zich... op welke taken ze hun aandacht vestigen en op welke taken net helemaal niet. Maar als dat taken zijn die misschien wel belangrijk zijn voor uw business, wel, dan kan je ze misschien wel automatiseren of uitbesteden. Zodat jij gewoon elke dag je goesting kunt doen. Dus daar gaat dit stukje over. Het is nog een heel klein stuk van hoofdstuk 5. We zitten bijna op het einde. En dan morgen, normaal gezien, als alles goed gaat, morgen beginnen we aan het allerlaatste hoofdstuk van mijn boek. Ik ga hier even het stukje bijnemen waar ik jullie over wil vertellen. By the way, nog eens een keer dikke merci aan iedereen om de voorbije weken mijn boek wel echt zo massaal te kopen. Jullie zijn echt duidelijk aan het lockdown lezen. Dus dat is fantastisch om te zien. Dank je wel ook om foto's te delen op sociale media, op Instagram en op Facebook. Over dat je in de tuin zit en mijn boek aan het lezen bent. Dat is fantastisch om te zien. Dus dikke merci om mijn boek te kopen, mijn boek te lezen, mijn boek aan te bevelen aan uw vrienden en aan uw vriendinnen. Dus dank je wel daarvoor. Maar with further ado, ik ga een beetje verder lezen, hè? Wat denk je? Dus dit gaat over automatiseren en uitbesteden. Laat software of iemand anders het werk voor jou doen. Kijk, ik durf te zeggen dat ik al jaren niet meer gekuist heb. Oeps. En ik ben daar best fier op. Yes. Er zijn mensen die kuisen geweldig vinden. Genre, opgeruimd staat netjes. Maar ik heb er een bloedhekel aan. Ik heb al mijn huishoudelijke taken uitbesteed en ik wil dat liefst van al zo houden tot het moment dat ik doodval. Yep, dat geldt ook voor kleren wassen, strijken en zo verder. Trouwens, dit boek is 3 jaar oud en de voorbije jaren heb ik ook alleen nog maar kleren gekocht die niet moeten gestreken worden. Winning! Kijk, veel mensen hebben een probleem om dingen aan een pc of aan iemand anders over te laten. Daar blijken verschillende toch wel interessante redenen voor te zijn. Het niet kunnen opgeven van controle is vaak de belangrijkste reden. Wat je zelf doet, dat doe je beter. Blijkt trouwens dat vooral vrouwen het hier lastig mee hebben. This doesn't deserve us, ladies. Let it go, hè? Een tweede reden om je werk niet aan iemand anders over te laten is een vorm van misplaatste schaamte, genre. Je laat dat toch niet door iemand anders doen als je het zelf kan. En een derde reden is dat we geloven dat taken die dat we niet graag doen, nu eenmaal bij het leven horen.
welke reden jij in je hoofd aanhaalt om te rechtvaardigen waarom dat je geen werk kunt of wilt uitbesteden, laat het los. Als het populaire, maar treurige refreintje, ik heb daar geen geld voor, nu door je hoofd spookt, wel, dan raad ik je aan eens een keer naar het economische plaatje te kijken wanneer dat je werk uitbesteedt. Als je een uur huishoudelijk werk uitbesteedt aan een poetsvrouw die jou 25 euro per uur kost en jij in datzelfde uur 100 euro aan een klant kunt factureren, waarom zou je dan in godsnaam je huis poetsen? In België zijn we het gewoon om huishoudelijke taken uit te besteden. Maar ook taken in uw bedrijf kunnen gemakkelijk uitbesteden. In het verleden had ik al een virtuele assistent die onder andere al mijn fysieke post behandelde. Toen ik die nog kreeg, want ondertussen krijg ik dat niet meer. Een groot deel van mijn afspraken inplande en mijn boekhouding deed. En daarnaast had ik ook een virtuele assistent in Pakistan. Nog altijd trouwens, die alle offerteaanvragen via e-mail beantwoordde, de reserveringen inboekte en alle voorschotten ervan regelde. Ondertussen is dat allemaal geautomatiseerd, by the way. We zijn 3 jaar verder en techniek is ondertussen verder geëvolueerd. Maar dat bespaarde mij op de piek van de activiteiten makkelijk 2 tot 3 dagen werk per week, om dan nog maar te zwijgen van alle hoofdpijn. Durfde jij te leven als een miljonair? Kijk, wie zijn weg vindt in deze geglobaliseerde wereld, die kan leven als een miljonair zonder er ene te zijn. We hebben alle tools ter beschikking om onze missie te ontdekken, om onze passies in te zetten in deze wereld en om alle taken die ermee gepaard gaan, maar die we niet leuk vinden, aan iemand anders over te laten, die dat er meer plezier aan beleeft. Ben jij bereid om te leven als een miljonair? Ben jij na deze 4e fase bereid om alleen nog bezig te zijn met wat je echt wilt in je leven? Denk daar maar eens een keer over na. Morgen ga ik verder lezen. Het was een heel kort stukje vandaag. Maar morgen ronden we af met deel 6 van mijn boek Get Real, voor wie elke dag zijn goesting wil doen. Dat gaat over living the dream, zonder geld zorgen, al je tijd spenderen aan het vervullen van jouw missie. Dat is voor morgen, rond 8, 9 ongeveer. Merci's voor het kijken. Ik heb gezien dat jullie mij een aantal aan het kijken geweest zijn. Fantastisch. Als je zoiets hebt van, ik kan zo lang niet wachten om meer te weten te komen over hoe dat ik zonder geld zorgen al mijn tijd kan spenderen aan het vervullen van mijn missie. Bestel dan gewoon mijn boek. Je kan het als e-book kopen voor jouw Kindle, zoals deze, of voor jouw Apple-toestel, of jouw Tolino, of jouw Kobo. Gewoon surfen naar www.getrealbylien.com/purchase. En daar kan je het zowel in Nederlands als in het Engels kopen als e-book. Wil je absoluut een paperback hebben, dan kan dat ook nog altijd. Er staat een link naar bol.com, waar je de papieren versie ook kan bestellen. Ik probeer dat tot een minimum te herleiden, zodat we de drukkers veilig kunnen houden, de verpakkers veilig kunnen houden, de delivery people veilig kunnen houden. Dus als je in de mogelijkheid bent om hem elektronisch te kopen, doe dat dan alstublieft. Daar blijven we veel veiliger allemaal onder. Maar als het echt niet anders kan, kan je hem ook nog altijd in papieren versie bestellen. Alle links www.getrealbylien.com/purchase. En dan zie ik jou heel graag morgen terug. Tot morgen. Ciao.